Onder het thema de vaccinatieplicht versus het zelfbeschikkingsrecht zal de Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging, SJV, een seminar houden. Marion van Ommeren, commissielid Media en Protocol van het SJF, geeft aan dat het thema op dit moment veel wordt besproken binnen de samenleving. En omdat wij het belangrijk vonden dat wij als jongere juristen gaan nadenken over de recente ontwikkelingen en gelet op met de achtneming van de huidige nationale en internationale wet en regelgeving, maar natuurlijk ook de jurisprudentie. Verder geven Van Ommeren en SJF-bestuurslid Leroy Derby aan welke toegevoegde waarde dit seminar zal hebben voor de participanten. Het zorgt sowieso voor een stukje ontwikkeling voor de participanten, omdat we op de tweede dag ook gaan discussiëren. Dus je komt als het ware in contact met andere mensen, je leert van anderen. En op de eerste dag hebben we twee professionele sprekers, dus sowieso ga je ook wat bijleren als jonge jurist. De tweede dag hebben we een discussiegroep. Je hebt groep 1 tegen groep 2. En het is sowieso ook een bijdrage om te leveren om verborgen talenten te ontdekken binnen de vereniging. Om wat later in de samenleving en toch een bepaalde status te krijgen. Met de bevindingen gaan we sowieso na dit seminar gaan wij als vereniging evalueren hoe het is gegaan, als het succesvol was of niet succesvol, zodat we kunnen nagaan als het een terugkerend evenement wordt of niet. Dat is één. En ten tweede, zijn we sowieso bereid om onze bevindingen, want we gaan dus alles noteren, alle conclusies en dingen die aan de orde komen, gaan we noteren. En als er interesse is binnen de samenleving, binnen het bedrijfsleven, etc., zijn we bereid om onze bevindingen met anderen te delen. Het seminar wordt op 24 en 25 september gehouden op de Antoine Comme Universiteit van Suriname en is slechts toegankelijk voor degenen die zich hebben geregistreerd. De registratie is op zaterdag 18 september afgesloten.